1 juli 1863, 1 juli 2019. Het is vandaag precies 156 jaar geleden dat de slavernij in Suriname is afgeschaft. De Federatie voor Afrikaans Ranamang is het niet helemaal eens met de datum van afschaffing. Zij heeft daarom aan president Bouterse gevraagd 1863 te veranderen naar 1873. Omdat de slaven pas na 1873 echt vrij waren, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de federatie, vanmorgen tegenover onze nieuwsdienst, na de bloemenhulde bij het monument van Kwaku. Volgens Wijngaarde is Suriname op een moment gekomen waar wij moeten afstappen van mental slavery of geestelijke slavernij. Dat kan plaatsvinden door pardon en heling. De voorzitter gaf verder aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake was van absolute vrijheid, omdat de vrije slaven toch verplicht waren te werken op de plantages na de afschaffing van de slavernij. Dus dat hebben we aangeboden aan de president van het jaar, om aan te geven van luister, president, je hoort er wat iets aan te doen. Ben, dacht ik met zichzelf een commissie, die zou roepen met al die informatie die we verzameld hebben, via professor Ramu, om het te brengen als het verantwoord is, dat we de datum kunnen veranderen. En de datum kunnen veranderen naar welke datum? We moeten onze jeugd met waarheden belagen, niet met rommel. We hebben dit ook aangestuurd, aangevraagd, maar verandert dit alvast. Die komen die handen nemen. In het Fort Zeelandia is vandaag de traditionele Grand Taktangi van de Organisatie voor Gemeenschapswerk NACS gehouden. Tijdens de Taktangi waren er verschillende zangoptredens van de diverse subverenigingen van NACS. Volgens de cultuurkenner Evan Cairo, die een inleiding heeft gehouden, hebben de verschillende liederen allemaal een andere betekenis. Dat wordt hier de Sebi Trapu. Sok op Salom, Kiriorodrom, Kanga, Yorka, Susa, Banya, Laku. En Nax, Wantromoro, en Nax, na Wanf, de organisatie, sang e cultiver de singi, na de differenti dans futu, sa abi te maken na agrong. Het gaat altijd om de mensgeest, mensrelatie. Libisma nanga yeye. Zij de wet dat die mensgeest, mensrelatie. Na libisma, ik kon te napu onder attentie. Voor dansie. Nanga asini. Wie een actie aan jeeën voor Tissi Alibisma. Cultuurkenner Evan Cairo, die vandaag tijdens de NACS Grand Taktangi zijn kennis over het slavernijverleden met de aanwezigen heeft gedeeld. De traditionele Taktangi is gehouden in het Fort Zeelandia.